Oh. Hallo? Je hebt iemand genoeg thuis? Ik ben nog niet. Ons Yo kijkers van Sys Games, super awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik er weer met een nieuwe video van PlayerUnknown Battlegrounds, dus als je er zin in hebt, doe dan zeker weten even een like. En dan gaan wij eens even kijken wie ik vandaag aan mijn zijdes heb. Want ik heb aan mijn rechterzijde staan Fabian. Hallo Fabian. Hallo. En aan mijn linkerzijde daar staat Jan Bas. Wie is Jan Bas? Nou, leg Hallo. Uit. Ik ben Bas. Ja, waar ken je mij van? Misschien van Svenergy? Precies. Hij heeft meegedaan met de 12 uur stream van Sven. En daar zou je misschien van kunnen kennen. In ieder geval, ik hoop dat jullie er allebei heel veel zin in hebben. En ik hoop dat alle kijkers ook zin in hebben om deze video te kijken. Dus we gaan gewoon een lekkere potje induiken. Ik zie jullie zo als we in de game zitten. Zo, wij zitten inmiddels in het midden van het vliegtuig. En we gaan nog eens eventjes kijken waar die bunker is. Waar is die? Jan Bas, jij weet het als goed is als het beste. Op de blauwe marker. Oké, nou daar gaan wij dus heen. En we gaan eens even kijken of wij in die bunker kunnen gaan looten. En dan gaan we daar zien wat we gaan meemaken. We moeten nog best wel een stukje. En daar gaan we er dan uitspringen, daar vliegen we heen. En dan gaan wij natuurlijk op zijn minst in de top 10 komen. Ik weet niet, wat is jullie streven vandaag? Nou, top 5 moet toch wel lukken. We moeten nu toch uitspringen? Ja, 5, 4, 3, 2, 1, go. Zo, ik vlieg nu lekker naar je waypoint toe, Jan Bas. Ik zie er al iets staan van de bunker. Kijk eens aan. Ja, je ziet als goed is de 4 ingangen. Ja. 4? Als we ongeveer de helft eerder springen, of parachuteren, dan kunnen we gewoon naartoe vliegen. Dus, oh, ik ben er al bijna, joh. Ah. Kijk, we zitten Oh ja, wacht, we landen bijna. Best wel goed, ja. Even kijken om me heen. Of veel parachuten zijn hier. Helemaal niks. Wij hebben het hier echt heel goed getroffen, weet je dat? Ja. We hebben gewoon die ene stukje geluk. Ja, dat klopt wel, ja. Er zit niemand bij ons. Oh, jawel. Links van ons springt iemand en die gaat ook de bunker in. Dus we moeten er snel in gaan. Weapons looten en hem even... Eventjes voor zijn kanen schieten. Ik wou net zeggen. Ik even die gastje even goed zijn lesje leren. Precies, onze bunker. Zo, onze bunker. Mijn bunker. Nee, mijn bunker. Helm, ik neem de helm. Ja. Ik wil een wapen. Ah, ik heb het geweer dus. Ik zie Zal ik naar hem toe gaan en hem... Ik zie hier echt heel weinig. Ik trek even mijn lamp eruit. Nou, ik zie hier echt, zeg maar, helemaal niks. Geen enkel loot, alleen hier helm. Ligt een Uzi. Oeh, pak jij hem maar, dat je hem kan killen. Ja, ik heb al een M4, dus... Oh, dan pak ik die Uzi. Ik ben hem hier even aan het zoeken, want voordat hij ons... Straks vindt. Even voor onze paan die schiet, nou. Zeg maar. Dat zou ook niet zo gunstig zijn. Heb jij een wapentje? Ja, ik heb nu die Uzi. Ja, ik ook. Ik heb ook een Uzi gepakt. Oeh, nog meer Uzi ammo. Ik heb nog een M16. Oeh, die wil ik wel eigenlijk. Als ja, de dat mag. Maar ik zie die gast gewoon helemaal niet meer en het is ook niet geloot. Dus of hij zag ons en is weggegaan, of... Nou, hij is sowieso niet weggegaan. Hij is iets aan het spelen, maar wat? Dat weet ik niet. Oeh, die gasoline can wil ik ook wel meenemen. Oh, hier ligt een M16. Oh nee, een SK-12. Maar die is niet zo gunstig. Waarom neem ik hem dan mee? Hier zo ergens? Oh, ik ben down. Ik zag het. Ik zag het gebeuren. Ik zag Damn. Het gebeuren. Hij weet niet dat ik hier zit, volgens mij. Oké. Okay. Dat vind ik wel minder aan PUBG, of ja, of ik weet het misschien niet. Maar dat je je camera niet links van je kan zetten. Hoe bedoel je? Nou, je camera zit altijd rechts achter je. Maar... Hij kon dus mooi om de hoek kijken, maar ik niet. Oh, zo. Oké, mensen. Fabian, kom mee. Dan gaan wij onze grote vrienden... Hij ziet je, hij heeft je gezien.
Oké, Fabian. Ja? We gaan hem pakken. Kom naar mij toe. Pas op, want het is squad. Dus hij kan best een squad gewoon van achter laten komen. Ja, daar denk ik meer van. Even kijken. Fabian, let's go. We gaan het gewoon doen. Hij kan je al zien, dus. Hij is weg. Fabian, als je mij loot, dan kun je daar M16's uithalen met kogels. Ondertussen kan Ido me beschermen. Achter je. Daar, die doos. Oh, die doos. M16. Ik ben hem aan het pakken, dus... Oké, mensen, hier zit iemand! En ik ben dood. Oh. Oh, jee. Oeh, dat zag ik niet aankomen. Guys, ik zie jullie straks in het volgende potje. Tot zo. Zo, wij zitten inmiddels in het vliegtuig weer en dan gaan we eens even kijken waar we zitten. Wij gaan... Oh, dit is wel een hele goede rol. We gaan naar het politiebureau. Ja, waar is hij? Ik heb een waypoint erop gezet. Bunker, dat wordt hem nu niet. Ik hoop echt... daadwerkelijk dat wij een beetje goede loot hebben daar. Zien jullie hem? Ja, het politiebureau is meer een single / duo loot. Maar we kunnen wel kijken. Nou, en anders heb je ook nog een hele stad. Ja, dat zeker. Dan moeten we eruit binnen. 3, 2, 1. Let's go. Perfecte timing. Ik vlieg recht naar beneden. Ik ook. Huppakee, bijna 300 km per uur. Wat niet eens kan, want je valt maximaal met 60 km per uur of zoiets, dacht ik. Maar dat maakt allemaal verder niet uit. Ja, er was een grens, zeg maar, dat je niet meer harder kan. Maar dat is echt geen 200, dat weet ik 100% zeker. Maar ik ga in ieder geval proberen om op het dak te landen van dat politiebureau. Als het nog lukt. Denk pas maar op, als je tegen de zijkant landt, val je naar beneden, ben je dood. Klopt. Oh, maar ik red het dak. Makkelijk niet. Iemand heel toevallig gekeken voor anderen? Nee. Het zal vast en zeker wel gezellig zijn. Ik hoop dat we hier nog iets kunnen gaan looten. Ik ga meteen een paar etages naar boven. Ik heb een testtocht gevonden. Kijk, beter. Ah, beter snacks. Hier ligt een backpack level 1 in deze kamertje. Oh, pak hem maar. Dit kamertje. Oh, je laat gewoon een red bulletje liggen. Ik niet. Twee zelfs. Nee, Fabian. Ik ga even naar het dak toe. Daar zit zeker te veel suiker in. Ja. Ja, te veel suiker. Nee, eigenlijk niet, maar... Ja, geweldig. Er zit meer suiker in Starbucks dan... Ja, maar hey, je hebt hier geen Starbucks meer, denk ik. Ik drink geen Starbucks, hoor. Ik ben helemaal blij, jongens. Ik heb gewoon een hartstikke... Vector zijn goed, hoor. Die normaal. Ja, dat klopt wel, ja. Daarom heb ik hem ook even opgepakt, zeg maar. Ik vond wel gezond. Gaat voor de wc. Ik ben op de wc. Ik heb een SKS. Oh, ik heb een brilletje. Ik heb een... Yes. Oh, ik heb van allerlei wapens hier en van allerlei leuke dingen. Op de eerste etage, helemaal achteraan links, ligt een level 2 police vest. Nou, die ga ik niet pakken. Ik heb er nu level 1. Ik vind het zo goed. Fabian! Vier keer scope hier. Voor de DMR wel goed. Je steelt al mijn loot, Fabian. Zwijn! Ja, godzakken. Zijn alle etages al gepakt? Want dan moet ik het doen wat ik nu heb, helaas. En dat is niet heel erg... Ja, godzakken. Oh. Schoot even ik. Jullie, of? Ja. Ik was boos op Fabian. Zwijn. Ja, ik knal je neer, hè? Moet je eens proberen. Oké. Had je de vier keer opgepakt, of? Ik? Nee, Fabian. Wat? Je zei dat er een vier keer scope lag. Ja, en die lag hier bij de trap.
ga nog even deze etage checken. Oh, nice, die hebben jullie zeer waarschijnlijk ook al gehad. Wat voor wapens hebben jullie allemaal? Ik heb een shotgun en een handwapen. Ik voel me skeer. Ik ga naar de villa die hier langs ligt. Ik ga het politiebureau verlaten, want we zitten hier net niet in de cirkel, guys. Ja, maar we hebben nog heel veel tijd. Dat klopt, maar ik wil wel even verder looten, zeg maar, dat ik wel goede items heb. Ja, oké, okay, maar... maar dat maakt allemaal niet uit. Laten we even van één ding zeker zijn. We hebben ons record net al verbroken. We zijn al verder in het potje dan net, dus dat scheelt al heel veel. Volg Jan Bas. Oh, ik volg Jan Bas niet. Ik ga lekker mijn eigen weg. Ik ga lekker een stukje dorp in, zodat ik hier even een mooi huis kan looten. Een lekker groot huis. Pinkas. Ik kijk even in deze grote rode gebouw. Ja, dat is de villa. Daar ligt ook wel eens... Ik vind dit geen villa hoor, het lijkt meer op een fabriek. Oké. Ik ben nu in een of andere mooie huis tis... waar niks ligt. Bas, ik wil je bij me hebben. Zo. Het is wel, wel erg erotisch, Fabian. Nee, want ik ga in mijn eentje in een heel groot huis. Even kijken. Zo. Ja, alleen maar excuses. Ik wil gewoon dat ik bij je ben. Ik heb ammo genoeg, dat is een feit. Even kijken wat er ook hier liggen. Ook niks. Hier ligt een level 2 helm. Ja, ik is kom er aan. Kijken. Eeuw, level 3 backpack, boom! Rechts, Fabian, als je daar kom naar binnen gaat. Maar op met die level 3 backpack. Yeah. Die lus ik wel. Ja, als het goed is daar ergens. Even kijken wat ligt hier. Ergens. Niks. Zijn dus nu voor de duidelijkheid allemaal items aan het looten. Fabian en Jan Bas zitten ergens aan de andere kant van de aardbol. En ik, ik zit lekker ergens in een mooi huisje. Te checken. Fabian, had je al level 2 vest? Spul ligt. Nee, in level 1. Eens even kijken. Hier ligt wacht. Hier, deze. Weer ACP ammo voor dit wapen. En hier een level 2 backpack. Die heb je ook nog niet zo te zien. Dit is echt wel eventjes boffen, dit huis, zeg maar. Maar niet heus. Ik heb nog steeds geen wapen hier gevonden. Behalve heel veel ammo en heel veel pistols. Maar daar blijft het ook wel bij. Ik heb wel een mooie outfit, moet ik zeggen. Ik zit nog steeds... Ah, gasoline. Dat is wel handig. Straks. Voor een auto of zoiets. Allemaal hokjes, deze's. Kan wel rustig worden. Oh, hier ligt een SCAR. Ja, oké, waar? Oh, heb je nog geen wapen? Kunnen jullie hem voor mij meenemen als jullie al een beetje goede wapens hebben? Want ik heb niks. Zeg maar, behalve die Vector. Alleen wapens pakken we zo. Je loopt eroverheen, Fabian. Eigenlijk recht voor je neus. Oh, hier op de grond. Oh, wauw. Nou, nog een etage omhoog. En dan kom ik uit bij de buitenwereld. Ze mochten wel een lampje hangen hier, hoor. Zo. Police ik denk dat er nog heel veel stroom is hier. Kijk eens aan. Military vest, level 3. Nou, kijk eens aan. Ik ben helemaal tevreden. Ik heb echt wel eventjes... ik kijk even hierin. Goeie shit, om het maar even zo te zeggen. Kijk, ik zie een krant liggen en voor dus niks. Zo, kijk eens aan. Ik ga weer naar beneden rennen. En dan ga ik even kijken. In mijn inventory, wat ik hier allemaal voor spullen heb, die ik kan gaan gebruiken. Wat misschien wel gunstig is. Nou, dit mag er op de grond. Dit ook, gebruik ik toch niet. Die ook. Zo, dan heb ik weer even wat opgeruimd. En weer... Die is daar wel een auto, Bas. Spullen. Ja, die is niet rijdbaar. Oké. Guys, ik ga nog even een huisje of zoiets looten, even kijken. En dan kunnen we daar nog gaan vertrekken van hier. Ja, we zitten goed, hè? We zitten aan de grens. Ja, maar dat is niet goed genoeg. Ik ga het liefst even wat dieper de cirkel in, dat we eventjes... Zo, ik weet niet wat... Aan de grens zit heeft wel zijn voordelen, want er komen allemaal mensen dan naar binnen rennen. En die kunnen allemaal... Dat is waar, dat is wel waar. Maar dan moet ik ook even een goed wapen hebben als ik die kan vinden, man. Man, man. Eens even kijken hier dan. Weet je wat trouwens echt... Echt super chill is om te hebben, een suppressor op je assault rifle. Ja, dat heb ik alleen niet. Man, oh man. Ik heb echt allemaal troep gewoon daadwerkelijk. Ik ben al in mijn tweede huis, of derde huis zelfs, want ik heb
Net ook dat politiestation met jullie samengeloot dan. En hier ligt nog een backpack level 3 bij mij. Dus als jullie een backpack level 3 willen, dan moet je nu zo snel mogelijk naar me toe komen en dan vechten jullie het maar uit wie je pakt. Bas, ga jij maar. Tweede etage, dacht ik. Nee, ga jij maar. Nee, ga jij maar. Nee, jij mag hem. Nee, ga jij maar. Het is vast te wel open. Eén van jullie twee pakt hem maar gewoon lekker. Maakt me niet uit wie. Of je pakt hem niet, dat hoeft ook niet. Ik sta er dichtbij. Even kijken, die huis is al geloot. Extended Wat max, voor wapens SMG. Heb jij, kiddo? Een Vector en een pistool. Oh. Wat vind je leuker, een SKS of een AK? AK, by far. Ik zit ook te kijken of ik hier nog iets ga vinden. Misschien ligt er wel in één keer een of ander dikke wapen. Want de SKS is een soort 3? Van sniper, toch? Tweede etage. Ja, een SKS en DMR. Wat is dat? Een Distinguished Marksmanship Rifle. Dat is gewoon eigenlijk een sniper rifle die wat sneller schiet. En wat minder kaliber. Oh, maar daar kan ik niet mee omgaan. Eén etage naar beneden. Wacht. Mwan! Kijk eens aan, we hebben eventjes een plezant wapen gekregen van onze groot vriendelijke vriend. Eens even kijken, wat heb ik nog meer? Oh, een holographic sight. Die doe ik op mijn Vector dan. Oh, je ligt ook een vier keer scope, weet je, op je AK? Dat is wel gunstig misschien. Moet je even het dak op gaan. Een keer vier scope AK, nou. Dat is chill, hoor. Ja, ik wou net zeggen. Dat is een stuk chill. Die zitten daar. Ik kijk even om me heen, buiten. Ik zie zover nog steeds niemand de cirkel in rennen, zeg maar. Dus het is nog wel chill. Oh ja, kijk, Kivir scope. Huppakee. Stun grenade, ook wel gunstig. Dan doe ik even die Kivir scope op mijn AK. Dan doe ik die red sight. Ik kan die level 3 backpack niet vinden. Hier, in de badkamer iets. Oh, hier, ik sta erop. Nou ja. Oké, guys. Dan gaan wij eens even kijken of wij een beetje naar de andere kant kunnen gaan lopen. Dus even... Deze reloader, dat hier wat meer ammo in zit. Huppakee. Nou, hebben wij hier een auto of zoiets? Ik ga even in de DAF garage kijken. Of Dacia garage. Dacia garage. Ik denk al DAF. Ja. Dat hebben we niet. Dat is Eurotruck Simulator. Precies. Nou, dat kunnen we. Ja, we zitten in Rusland, hè, dus ik kan wel een Kamaz hebben. Even kijken. Wat Red Zone komt ineens. Zo, I see. Gezellig. Oeh, die blauwe cirkel komt er nu ook verdacht snel aan. Ja, dit is geloot, dus pas op. Oh, dan pak ik mijn AK erbij. Waar zit die Dacia garage dan? Ja, die zit hier aan de weg, maar daar kunnen we al niet meer naartoe. Of we moeten even de dingen zijn. Even kijken, waar komt de nieuwe cirkel? Hier. Dit is niet echt heel gunstig. Oh nee, niet echt, nee. Ik ga even aan de straat kijken of ik een auto zie. Ja, is goed. Ik ren een beetje het dorp door. Zo, er komen de eerste explosies al van de Red Zone. Even kijken, kan ik hieruit? Oh, je zeker dat kan. Laten we gewoon een beetje hier langs rennen nog. Even kijken. Misschien in de verte. Ja, dat ziet er wel uit als een hele kapotte auto. Weet je, we rennen gewoon even naar de waypoint. En dan gaan we eens even kijken wat we daar nog gaan zien straks. Dus ja, we gaan het zo wel zien wat we nog tegen gaan komen hier. Het kan maar zo zijn dat het hier nog hartstikke bewoond is namelijk. Dus wij moeten goed op gaan passen. Wij moeten heel goed op gaan passen. Waar zitten jullie? Ah, daar. Kijk eens aan. Wat is dit? Wist je trouwens dat je met alt grrr rond kan kijken zonder dat je andere... Kan ook met de linker alt. Ja. Dat werkt wel. Oh, bij mij wel. Maar oké, ja, dat is. Dat is wel als je moet nou mijn halve toetsenbord oversteken. Arme jij. Ja. Laten we eens even kijken of we hier wat kunnen gaan vinden. Het is probably all looted, maar dat weten we nog niet. Ik vertrouw het echt niet dat ik nog niemand heb gezien. Ik ook. Maar ja, we zien het vanzelf. Waarom kan dit simpel? Dit is een looted, hier ligt namelijk een M16A4. Voor iemand die hem wil. Ah, wel zonder ammo. Ja, ik kan wel een rifle gebruiken, want ik heb alleen nog maar mijn sniper. Het is wel heel mooi alle ammo gepakt.
Nee, ik heb geen ammo gepakt. Dat is dus het probleem, zeg maar. Dus dan is het wel geloot. Ja, ik denk het. Maar pak hem maar wel, voor de zekerheid, voor als je straks nog ammo vindt. Ik kan wel kijken of ik misschien al net wat van heb gevonden. Nee, ik heb alleen 7x62. I'm very sorry. Even deze huisjes nog checken, wat hier ligt. Ik hoop nog wat ammo voor mijn AK erbij. Ik ken altijd erbij, zeg maar. Dit is altijd handig. Extra ammo. Reverse, een pistool. Fabian, hoeveel ammo heb je? Nou, hier ligt echt... Voor wat? Voor je SCAR? 30. Oh, damn. Rip. Oké. We gaan gewoon lekker lopen richting die cirkel en dan kijken we daar eens even of wij hier kunnen gaan zitten. Pas op voor de huisjes links van ons. Ja, goed dat je het zegt. Oké, dan alvast wat verder de berg in. Ik moet wel even naar binnen gaan. Nee, laten we doorrennen. De cirkel. Oh, ja, in de huis. Linker bovenaan. Ik heb hem. Ik ren net het huis, jongen. Oh shit. Meegaan, Fabian. Als het goed is, was hij de enige, want ik downde hem niet. Ik had hem gewoon meteen. Dus hij was de laatste uit zijn squad. En ik neem aan dat het huis niet met andere squad ook nog is. Dan ga ik kijken of ik hier verder op een auto kan vinden. Dan laat ik jullie dat huis lekker looten. Ik doe de deur gelijk dicht. Als je nog wat 7x62 ammo vindt, zou je dat dan willen meenemen voor mij? 7x62? Ja, voor de AK. Die heb ik heel toevallig bij me. Oh ja, als jij het zelf gebruikt, dan mag je het houden. Maar als je extra vindt... Maar die gebruik ik niet. Oh, dan wil ik het straks wel hebben. Ah. Oh, hier ligt behoorlijk wat ammo van die gast met de neerschoot. Even bukken en even zijn lichaam bekijken. Heel verstandig dat ik zo alleen verder loop, zeg maar. Niet echt dus. Kan ik hier de auto vinden? Ik neem even één vers eetkit mee, wat bennetjes. Stop mijn zoektocht, want ik hoor schoten. Ah, ja, laat ik zitten. Weet je wat? Ik doe gewoon zo. Hier ligt nog een volledig niet geloot huis. Heb jij een red box? Hier liggen twee crossbows. Iets voor mij? Wat heb ik? Ik heb geen scope voor op mijn AK. Hier. Oh ja, ik heb een holographic voor je, als je wilt. Heb je hem? Ik heb een red. Heb je hem? Ik zie hem wel, maar... Gunstig. Ah, ja, ik zie hem. Thanks. Oké, even kijken. Wat heb je hier? Deze kan erbij. Kom naar mijn huis toe. Oh shit, we moeten Fabian, de bloedcirkel. Jezus, we kunnen. Ja, ik ben een painkiller aan het nemen. Laat de deur open, alsjeblieft. I don't care, ik ga rennen. Doe je wapen weg met X dan. Ja. Hier liggen trouwens twee crossbows. Twee. Nee, ik ga geen crossbow pakken, ik kan er niet... Nee, daar heb je echt helemaal niks aan. Misschien op het begin, maar... Ja, ik wil wel een pan hebben, want dat is echt gewoon... één klap en degene is dood, hè? Ja, en als iemand je pan raakt, als hij op je schiet, dan mist hij. Ja, dat is waar. Je pan is gewoon bulletproof. Shotgunproof ook, hè? Oh, damn. Ik heb hem niet voor je gezicht binden. Zo, hop, echt hè. Gewoon even een paar pannen pakken. Zijn jullie bij mij? Nee, ja, tuurlijk. Ik schrok namelijk extreem erg van je vader. Anders zou er niet geschoten worden. Ja, maar dan was ik zeg maar al dood geweest, dus ja. Dat is zonde geweest. Want we hebben nu echt goede gear. Ik heb een pan. Geef die pan aan mij! Geef mij wat denk jij? Je pan. Ik ga lekker koken. Ik wil die pan hebben. Oppas, ik sla je. Lig op de grond jij. Ik heb deze. Deze doet meer pijn. Nee. Met deze was je in één klap dood, werd net gezegd. Let's go to the next circle. En dat is hier zo. En dan lopen we via de weg. Daar is een care package voor ons. En ik zie in de vechten een motor, die ga ik even ophalen. Ja, maar een motor kun je met een zijspan of? Ja. Ja? Met zijspan. Oh, daar reed iets achter. Ik zag iets daarachter rijden. Achter de motor? Of... Ja.
Er reed iets achterlangs. Ah, YOLO. Ik beloof het je. Ik zag het sowieso. Dat is zeker. Let's have another look. Waar was die man? Ja, daar rechts. Iedereen is toch gefocust op die care package, want die is... Mag jij ineens op schieten? Zien jullie die? Oh! Hallo? Je hebt iemand genokt out. Ik ben Nokkie. Ik moet een first aid nemen en een painkiller. Dan kan ik je kijken of ik je reviven kan. Holy shit. Die mensen die jij zag rijden, die heb ik net neergeschoten. Oké, mensen. Ik heb hulp nodig. Situatie update. Mijn Google gaat in de tussentijd aan. Het is hier lekker druk. Heel snel. Ja, rustig maar. Ja, sneller. We zitten in Rusland. Heb je iets nodig? Ik heb zelf spullen bij me. Kom, spring erop. Snel. Guys. Ja, wacht even. Waar schiet je nou weer op? Ja, op die gozer. Ik had al 3 schoten geraakt. Kom, ja, stap op. Nee, kom, stap af. Ja, ik moet even mezelf healen, ja? Ik ga nu zijn spullen. Kom even, Fabian. Heal jezelf dadelijk maar. Fabian, stap Fabian in. Fabian. Zo, doei. Zo. Nee, ik ben net klaar met healen. Ga niet rijden. Ga niet rijden. Daar links zit er eentje, hoor. Willy. Ik hoef daar de motor niet. Maar rustig maar, ik kan best goed rijden met motors. Ik ga het vol op om maar uit. Ik zit overal te kijken of ik hem misschien nog kan vinden, maar ik ben te laat. Helaas, ik wilde hem nog zo graag een keer. Rechts van ons. Ja, gewoon doorrijden. Zo, dat zijn echt heel veel schoten. Ga naar een huisje of zo. Wat mij opvalt, we hebben alle 3 dezelfde helmen. Wat doe jij? Ja, weet je hoeveel herrie zo'n ding maakt? Ben je dood? Dat is waar. Ja, ik niet. Zullen we even liggen? Dan kan ik of een energy... Daarboven op 150 graden. Ik zie niemand. Ga niet... Hij ziet ook gelijk, hè? Ja. Die gast heeft dikke advantage op ons. Hij weet niet waar we zijn en dan ga je op hem schieten. Ja? En nou schieten ze op ons. Oh jee. Jezus. Ik heb een domme keuze gemaakt. Ik moet bandages innemen. Oh jee. Ik heb al wel een kill trouwens. Ik ben down. Ben jij down? Ik zie ze niet eens. Ik zie ze wel. Oh jezus, hij is klein. Ja, ik ben dood. Ze zitten rechts, achter, links en voor ons. Niet zomaar het vuur openen, Ido. Ja, hij zag mij ook. Sorry, Bas. Oh, maar niet uit. Ik weet niks aan doen. Paniek. Links van ons, zei je ook. Ja, ik hoorde rechts en links schoten. Achter ons kwam een auto aan en voor ons zaten die gasten. Oké, eentje staat in, eentje loopt. Fabian, heb je nog maar 9 kogels of zie ik dat verkeerd? Nou. Ben ik. Daar zijn. Help me. Please. Ja, ik kan niet zoveel doen. Jezus. Nou jongens, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het meedoen. En ik wil iedereen heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een like als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer op mijn kanaal en laat weten in de comments wat jij ervan vond. En dan zie ik jullie graag bij een nieuwe video. Later.